Nou, Happy Lift Boca is een van de draadliften waarmee je de lippen kan behandelen. Nou, het belangrijkste voordeel is dat je de Boca... hier moet ik wat meer achtergrondinformatie geven over de lippen. De overgang tussen lippenrood en gewoon normale huid, dat is heeft een bepaalde scherpte. En door ouderdom kan die wat vervlakt raken. Ook soms willen bijvoorbeeld jongere patiënten willen wat meer getuite lip. Nou, dat kan je prima meestal met fillers doen. Maar het kan zijn dus dat je net wat scherper dat zou willen inzetten. En daarvoor kan je de Happy Lift Boca gebruiken. En het heeft ook een wat langduriger resultaat. Nou, het nadeel is dat het erg lastig is om de Happy Lift Boca in te zetten. Dat moet heel precies moet dat worden ingezet. Dus er is toch een hogere kans op complicaties. En dat is een van de redenen waarom wij daar zeer terughoudend zijn om de Boca te doen. Vaak omdat we met fillers eigenlijk zeer goede resultaten kunnen bereiken die ook gewoon een stuk veiliger zijn en veel minder complicatiegevoelig.